Boeren demonstreerden langs de route die koning Willem-Alexander en koningin Maxima aflegden tijdens Prinsjesdag. Ook op televisie waren zij duidelijk in beeld toen de stoet voorbij trok. Vanochtend hebben we eerst geprobeerd om hier met trekken te komen. Dat is niet gelukt. We zijn een aantal keer onderweg tegengehouden en aangehouden. En onder begeleiding weer de stad uit begeleid. Dus we hebben de trekkers net buiten de stad gezet. En we zijn hier terug naartoe gekomen met de auto. Van een grootschalig trekkerprotest was geen sprake. Ja, het ging allemaal snel. Maar ja, die snelle acties zijn we natuurlijk voor alleen na 3 jaar gewend. Ik denk dat we zeker een goed statement weer hebben kunnen maken. Ik bedoel, ik denk dat hij zichtbaar is geweest voor de koning en andere genodigden hier zo. En ook op tv zal die natuurlijk ongetwijfeld zichtbaar zijn. En linksom of rechtsom, het maakt niet uit hoe ze het zien, als ze het maar kunnen bekijken.